Nou, wat is het voor schilderij? Het is een familieportret. Het is een portret historie, noem je dat. Dus waar wat je al gelijk ziet, het is niet de kleren die ze dragen, de Bijbelse voorstellingen die je ziet. Dat zijn dingen die eigenlijk niet gekarakteriseerd zijn voor de 17e eeuw, maar dat is een soort mythische herleving eigenlijk. Dat noemen we een portret historie. We kijken naar een soort familie, maar aangevuld met meerdere andere mensen waarvan we niet precies weten wie het zijn. Dit wel, dit is Johannes de Doper. En we kunnen met zekerheid wel stellen, bijna, dat dat daar de schilder zelf is. Maar wat dan de identiteit is van de mensen die hier overblijven, dat weten we eigenlijk niet. Er is veel dat we niet weten over het schilderij. We weten ook niet hoe lang het geweest is, wie de mensen zijn. Ja, dus er zit veel mysterie achter. Toen we het schilderij ben gaan onderzoeken, ben ik door alle veilingscatalogieën en zo gaan kijken waarin het schilderij opduikt. Het duikt eerst op in de 17e eeuw al bij Arnold Houbraken, maar die noemt daar eigenlijk niks over. En dan in 1851 wordt het in Amsterdam geveld. En daar werkt ze met ellen en duimen. En daar zegt ze dat 1,57 duim hoog is en 2,26 breed. 2,26 duimen dan. Maar dat is tegenwoordig 1,60 centimeter bij 1,20 zoiets was het, niet meer precies. Maar in ieder geval, het is veel kleiner geworden. En toen is Van Thiel daar onderzoek naar gaan doen, toen het schilderij bij het Catharijnenconvent kwam, veel later. En ik kwam erachter dat het dus inderdaad verkleind moet zijn geweest. En toen is hij daar onderzoek naar gaan doen, maar waar ik ook achter ben gekomen is dat zijn onderzoek waarschijnlijk niet klopt. Want waar hij er 49 centimeter bij rekent, heeft hij er geen rekening mee gehouden dat in de 17e eeuw ellen en duimen eigenlijk al meters en centimeters waren. En als je dat omrekent, dan past 1 L en 57 duim heel goed bij die 1,60 die wij hier zien. En dan zou 2,26 dus betekenen dat het in de breedte wel 2 meter 26 centimeter lang geweest is. Wat betekent dat we een goede meter missen. Waar dat geweest is, weten we niet precies. Maar wat we wel kunnen zeggen is Johannes de Doper die hier staat eigenlijk, als je het ziet, er staat echt een beetje zo. Hij is les aan het geven, aan het preken. Maar er is niemand waar hij naar luistert en dat maakt het heel apart. En dat is ook een van de redenen dat we zeggen van ja, hier moet dus een stuk mis waarop zijn publiek of een andere, in ieder geval iets wat hiermee te maken heeft, zichtbaar is geweest. Ja. Dat is niet iets van deze tijd, denk ik. Dat zouden wij niet meer zo snel doen, maar er kunnen heel veel dingen gebeurd kunnen zijn. Aan de ene kant werden dit soort schilderijen nog wel eens in de frames zeg maar, gepast en dan ging er nog wel eens iets mis en dan brak het en dan zaagden ze het af. Maar wat ook gebeurt is dat, dat dit als gewoon aparte voorstelling er afgezaagd is. Omdat het misschien niet paste in de ruimte waar ze het in wilden. Want het is wel extreem groot. Of dat ze het gewoon als een aparte voorstelling willen hebben. Wat kan geweest zijn? Want een meter is natuurlijk eigenlijk weer een ding op zichzelf. Of dat ze dit als portret wilden hebben. Dus de redenen erachter zijn lastig. En ja, voor ons is het zonde. Want wij missen nu gewoon een deel van het portret. Dat deel zou dan dus niet gesigneerd zijn. Mensen zouden niet weten of dat van Werner van der Valk is. We weten ook helemaal niet of dat deel er nog is. Ik heb daar geen onderzoek naar gedaan. Maar het zou misschien wel heel interessant zijn om daar in de toekomst een keer naar te kijken. Ja, of het mogelijk zou zijn om dat terug te vinden. Zo. Mag je kleiner zeggen waar we zien? Ja, de achterkant van het schilderij. Dus we hebben nu eigenlijk hier de Johannes de Doper en dit is de andere kant. Waar we naar kijken, op de achterkant van het schilderij, je ziet gelijk dat niet helemaal leeg is. Er zitten bijvoorbeeld handtekeningen op. Ik had het net even over Paag. Dat is een Nederlands handelaar die veel voor de nazi's en Göring gehandeld heeft ook. Zijn handtekening staat erop dat het dus inderdaad bij van hem in bezit geweest is. En de naam van het portret, dat soort dingen staan erop. Maar wat hier wel interessant aan is voor ons, om te kijken of het afgezaagd is, is dus de panelen, het zijn horizontale panelen. Dat zou dus ook de grootte mogelijk maken. Maar deze plank hier is ook anders dan de plank hier. Dus als het inderdaad dus afgezaagd is. Dit is eigenlijk dezelfde plank als al deze planken. Terwijl dit meer dus zo'n plank is die ook echt aan een rand hoort te zitten. Dat maakt het ook wel weer een interessante theorie. Dat dit dus eigenlijk gewoon helemaal niet het einde was.